De setup. Dat ga ik even zeggen. Ik heb vandaag, ga ik met mijn PC helemaal uit elkaar halen. Want kijk, daar staat mijn PC. En dan gaan we, zeg maar, als je hier ziet, zie je zo'n twee grote dozen. De bovenste is een koeling, de onderste is een nieuwe PC-case. Die gaan we updaten eigenlijk. We gaan dan een nieuwe case in mijn PC, of om mijn PC doen. Een nieuwe koeling. En dan, als dat er is en het staat allemaal klaar hier, ga ik een setup toe doen. Want inderdaad, ik heb heel veel, ik heb best wel wat nieuws weer. Dus ja, dat komt goed. Dus ja, dat komt goed. Maar de setup natuurlijk, ik weet dus niet wanneer, maar hij komt snel. Want we gaan even deze shit dan even doen. Mijn PC even veranderen en dan is het Gucci Malucci, zeggen we dan. What the fuck? Hoezo was dat laatste schot een headshot? Dat snap ik niet. Maar chill, thank you very much voor de loot. Geen idee waarom dat een headshot was. Dankjewel. Daar is iemand dood. Ik moet even een AR zien te fixen ofzo, man. Dankjewel. Ga je vragen en zult krijgen. Zo, mijn movement is echt lit, ouwe. Gewoon heel snel, weet je wel. Space en Fortnite zijn weer aan. Ja, ik zie je, man. GG, my dude. Dubbel pump, is dat... Ja, dat is wel... Dat speelt wel in chill nu. Oké, daar is iemand dood gegaan, hè? Dus ik denk dat we dat even in de gaten moeten houden. Hier wat ammo. Je moet nu even wel weer wat bouwmateriaal zien te krijgen, man. Hé, hey, tik stiegen voor de euro, jongen. Oh, doe normaal. What the fuck? Oh, sick, gast. Oké, ik weet niet of jullie het hadden gezien. Maar... Oh my god, gast. Ik gooide een grenade launcher omhoog. En ik hoor recht op zijn snoet dit ouwe. Oh my god, die plays daar, gek. Doe normaal. Die was clean as fuck, gast. Holy shit. Holy damn. Ik weet niet of jullie dat zagen, maar dat was echt een holy... Die actie, gast. What the fuck? Doe normaal. Gewoon even een random trap neerzetten. Oké, nice. 3 kills, lekker. Wow, ik denk dat er nog weer mensen hier zitten. Dat was echt een lekkere actie. Holy shit, ik sta er echt van te kijken gewoon. What the fuck? Ik weet niet wat het was, man. Oh, mijn knie. Even jeuk onder mijn knie. Waar woon je? Ik woon in Apeldoorn, jongens. Dat ligt in Gelderland. De Apeldoorn, als je daar een keer bent geweest, dat ligt in Apeldoorn. Dus hey, let's get it. Daar woon ik. En niet in de Apeldoorn, maar ja, ik lijk wel op een aap, maar... de Apeldoorn ligt in Apeldoorn. Ik zie daar een guy lopen. Oké, let's get it. We gaan hem punken. Dat is een hit. Oh, dat is ook een hit. I'm dead. Oh my god. Luk. Ik had hier geluk. 1 bench. Fuck. Dit is kut, ouwe. Ik moet even wat heals zien te fixen. Ik hoor je een kist. Kom op, even een chuck of zo. Oh, oh, oh. Bench. Kijk eens aan. Oké, mooi. Mooi. Ga zo meteen kijken bij een raket. Is goed. Oh ja, dat moest ik nog doen. Sorry, het spijt me. X4 en 11, wat Tigo heeft. We moeten weer eens samen spelen, bro. Kan je adden op Epic Games? Love you, bro. Tigo, ik ken je van vroeger, maar ik zeg het je eerlijk, man. Ik accepteer gewoon niemand meer. Ik doe dat niet meer. Gewoon puur voor mezelf. En we hebben een trapkill. Oh my god. Dat ding lag op dat dak, hè. Tigo, maar join gewoon een keer mijn... ik weet niet of je al in mijn Discord zit. En dan moet je gewoon een keer in een kanaaltje gaan zitten. Dat is de enige manier om met mij samen te kunnen spelen. Puur omdat het anders gewoon... Ik voeg niemand meer toe. Ik vind dat kut. Ik hou niet van al die vrienden, zeg maar... Om me heen bedoel ik niet, maar gewoon dat ik zoveel vriendschappen of zoveel vrienden op Epic Games heb. Want ik krijg dan altijd weer vragen, joh, Dylan, kom potjes doen. En ik heb geen zin om dat de hele tijd nee te zeggen, weet je wel. Want ja, ik vind het gewoon kut overkomen. En ik wil het wel, ook weer, maar... Ja, ik heb echt iedereen een keer gewoon steeds toegevoegd. Nou, ik werd vol gespamd met alles, hè. En niet dat ik daar haat naartoe heb, maar het is gewoon wel reet irritant soms. Dus dan weten jullie dat. Maar Tigo, super bedankt voor de euro. Ik weet dat je dit al... Ja, dat je dat al wel aan tijd aan het vragen bent. Maar ga gewoon in mijn Discord zitten. Dat is de enige manier, oké? Okay? Ik krijg een Razer Black Widow toetsenbord. Nice, Fober. Ja, ik heb hem hier ook nog staan. Dus iemand, als iemand hem wil hebben voor 140 euro. Hij is ongeveer 1,5/2 maanden oud. Dus het is nog helemaal gloedje nieuw.
En dan kan je me, ja, als je hem hier wilt ophalen of ik moet hem opsturen, dan kan. Maar dan kan ook met mij even een gesprekje aan hier te heusen. Dan kan je even lekker Fortnite spelen. Mag gewoon het toetsenbord aansluiten op mijn PC. Dan kan je gewoon even lekker Fortnite spelen. Dan kan je gelijk testen of hij het goed doet, of hij naar wens is. Ja, dan mag je meenemen als je wil. Kom bijna 101k kijkers. Ja, klopt man. We hadden ook weer 2000 fucking kijkers vandaag. Dat is insane aan het gaan vandaag. Deze stream is dus echt weer zo'n stream dat gewoon geslaagd was. Gewoon even dat plom geluidje erbij. Dat is echt sick jongens. Super dope. Echt sick. Want we hebben ook al... We gaan zo snel naar die subs ook. Dat is echt niet normaal. Die 50k gasten. Holy shit. Dat is echt sick. Nog één appeltje hier toevallig? Nee. Ik merk wel weer dat Rito Ro weer gaande is man. 5 kills. Ik had dat eergisteren ook met Anko of gisteren. Hadden we een... 21 kill game duo's hadden we bijna gewonnen. Of 22. Ja, 22. Ik had 16, hij had 6. Dus, en dat we spannen gewoon in de retail, weet je. Dat is weer chill dat ook de andere steden weer gewoon kills te halen valt. Dus dat is wel mooi. Dat is wel zo. Dat is wel dope. Heb je geen examen? Heb ik gehad, man. Ik ben geslaagd, bro. Ik ben geslaagd. Ik moet alleen 4 juli nog naar de diploma-uitreiking en dan ben ik klaar. Koop je Elgato? Ik zit er wel naar... Ja, kijk, het zit zeg maar zo. Ik heb natuurlijk die Elgato HD60 nog. Maar ik gebruik hem niet, omdat ik toch op PC speel. Dus ja. Maar kijk, stel dat ik ooit een keer bijvoorbeeld hier een paar vrienden komen en we gaan live. En we moeten de PlayStation filmen. Dan bijvoorbeeld FIFA of zo, weet ik veel, ik zeg maar wat. Dan kan dat niet, weet je wel. En dat vind ik kut. Daarom, ja. Verkoop ik hem nog niet. Maar ja, wie weet. Wie weet verkoop ik hem nog. Heb je al die muis kan... Huh? Heb je al muis? Kan je tonen? Ik heb al muis, sowieso. Ik heb deze... Deze Razer Lance Head. Geen idee waarom dat waarom mijn muis blauw licht geeft. Ik gooi trouwens even deze aan. Want ik heb werkelijk geen idee waarom dat is. Oh, hij geeft nu paars. Oh, en dan zijn ze een beetje gaan doen. Wil je straks België tenuutjes doen, please? Tuurlijk. Voor de Belgische kijkers zou ik dat wel even doen. Dat vind ik wel leuk. Ga je streamen tot 50k? Nee, jongens. Dat duurt nog wel even. Het zegt mij niet dat elke stream dat je echt miljoen... Of een miljoen. Oh, er lagen hier ook gewoon appels. Ja, heel leuk. Oké. Kijk, zeg maar, per stream krijg ik rond de 200 subs erbij. Nou, deze stream is het absurd, want we hebben echt, wat is het, bijna 400, 300 en een half sub erbij. Half sub, 350 subs erbij, sorry. Dat is insane, gast. Dus ja, ik verwacht niet dat we deze stream nog de 50k aantikken. Dus daarom. Dubbel heavy, man. Oh, die, dat is wel chill. Nice. Hoe combineer je dat met school? Ik heb zelf ook een YouTube kanaal. Ik heb geen school meer op dit moment. Maar inderdaad, zeker met de examens was het nog best wel een struggle. Ik dacht ook eerst van, yo, ik ga echt, ik kan gewoon 2 weken niet Fortnite doen of überhaupt streamen en videos maken. Maar dat viel wel reuze mee. Ik zeg je eerlijk, want examens leren, het moest wel. Ik zweer het. Geschiedenis sowieso, ik heb er echt, ik moest ook naar school weer in de vakantie. Of toen ik vrij was voor extra bijles voor geschiedenis. Maar uiteindelijk heb ik daar wel voor het eerst een voldoende gehaald in fucking dit jaar op geschiedenis. Fucking op mijn examen gewoon een 6,8. En mijn hoogste cijfer qua stof. Dus ik heb wel een keer een, bijvoorbeeld een mondeling moeten doen. Nou, daar was 6,5 voor of een 6 of zo. Alleen qua stof, dus echt toetsen, heb ik echt mijn hoogste cijfer was een 4,5 dit hele jaar. En ik heb gewoon op het examen 6,8 gehaald voor gewoon stof. Door die bijles. Dus ja, dat is wel sick. Alleen examens, het zit zeg maar zo. Je doet vooral eigenlijk oefenexamens. Zodat je een beetje die vragen kent en zo. Hier en daar natuurlijk hebben we van die boekjes aangeschaft. Waar gewoon de belangrijkste dingen in zaten. Voor AK en geschiedenis hadden we het gedaan. Ja, dan op zich hoef je niet echt mega veel meer te doen, zeg maar. Dus ik had nog best wel veel tijd voor YouTube op dat moment. Ik zat wel te denken van, ja, oké, ik moet wel echt goed plannen met streamen en leren. Want ja, ik wou wel gewoon goed leren per dag. Ja, dan af en toe kon je dan niet live en dan wou je wel weer live. Dan moest je weer even de leren verschuiven of zo. Het is te doen, ik zeg je eerlijk. Het is wel stressvol. Qua, ja, ik zat gewoon de hele tijd, ja, ik moet mijn kanaal wel gaande houden, weet je wel. Ik heb geen zin dat ik al dit werk erin steek en dat het gewoon helemaal doodgaat of zo, weet je wel. Dus ja, op een of andere manier is het gewoon helemaal goed gegaan bij mij. Dus daar ben ik ook zeker echt blij mee. En dat komt ook sowieso door jullie, jongens. Echt waar, de support is zo ziek, gast. Dat is echt niet normaal. Dus ja. Oh, dat was best wel een val eigenlijk. Oké, hier. Moet er wel ergens nog iemand rondlopen of zo? Kom op, ik moet even een killtje maken. We hebben... Oké, 5 kills. Oké, dat is wel een chill aantal. Ik hoor daar wat schoten. Denk achter die boom. Dat hutje. Blijf even stilzitten. Dank u. Oh my god. Nee, ik heb een burst. Al wat kut. Kut, ook geen large bed.
We pompen hem vol. Ik wil die kill hebben. Dank je. Ik heb geen zin dat die guy daarachter of zo op een of andere manier die kill ziet te krijgen. It's my kill, bro. It's my kill. Oké, okay, daar zit dus ook nog een chap. I guess. Denk ik toch? Huh? Hallo? Ja, oké. Okay, ik hoor schoten achter die berg. Dan gaan we even de berg op. Ja, die guy is doorgelopen. Oké, okay, mooi. We zitten ook safe. Dan gaan we even hier omhoog klimmen. Mijn broertje van Jan. Ik krijg dat zo vaak te horen. Hè, dat ik op Jan lijk. Dat Jan mijn vader is. Sowieso, ja. Jan is denk ik veel te jong daarvoor. Naar mijn mening. Om een kind te krijgen. Of ja, dus nee man. Ik heb gewoon, we zijn gewoon, ja, hele andere families. Die! Even reloaden. Yo, wat druk hier, gast! Woe! Is het slim? I don't know. I don't know. Baby, baby, baby. Oh god, het is heel hoog. Bitch, get out of here, man. Oh my god, het zit hier boven. Oh my god. Slim, slim, slim. Zo. Ik ben dan de irritante guy die weer met dit gaat schieten. Sorry, ben dit. Woe. Fucking hell, ouwe. Rockets, kijk eens aan. Holy shit. Dit was me even een fight eerste klas, gek. Damn. Oké, okay, nice. Groot shield. Let's go. Kut. Die grenadelaars, ik hou hem. Ik ga hem houden. Dubbel punt of dubbel heavy hou ik ook. Ik weet niet, man. Ik. Ja, het is wel fucking chill om te hebben. Scarretje. Nice. Heel even neerleggen. Reloaden. Holy shit, ouwe. Oh, daar ligt nog wat bouw. Dat wil ik wel hebben. Oh, nice, gast. Deze loot, give it to me! Hoppa, hoppa. Mag ik plaatsen? Dank je wel. Woehoe! Let's get it. Die tactiek, ik vind dat zo chill. Dat je gewoon even gewoon knijt hoog kan. Normaal heb je altijd met zo'n launchpad dat je denkt van, ja fuck, ik kan hem hier wel neerzetten, maar ik kom niet echt een stuk verder. Dit is echt een manier, ouwe. Dit is echt chill. En die loot die we hebben, gast. Sexy gewoon. Damn. Damn, damn, damn. Woehoe. Nou, ik vind dit wel een mooie plek om even onze in te bunkeren hier. Hoppakee. Hoppa, 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 hoppa. Zo. Doen we even zo, 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 zo. Kick is aan, jongens. Oké. Okay. Damn. We hebben een gekke bunker hier. Ik zie daar een guy iets hakken. Nou, die is nu bijna dood. Oh. Huh, what the fuck? Oh ja, of course.
Kut. Oh, dat heb ik ook echt net op tijd gedaan. Oh god. De loot is aanwezig. Wow, 10 kills. Kom op, man. Bam, bam, bam. Doorknallen. Oh, de... Zo'n fucking legendary... hoe heet zo'n ding hadden? Deze. En een fucking... nog een heavy shotgun. Dat zou echt lijp as fuck zijn. We hebben 20 traps. Oeh, zullen we iemand in kunnen trappen, denk je? Oh, hoe doe je dit nou? Zo, oh ja. Oké, go. Oké, okay, even zien. Oké, er zijn nog 2 guys. Nou, daar heb je de 1. Was te proberen, die no-scope. Oké, nou, dan weet ik in ieder geval waar die guy zit. Maar ik mis er nog één. Er moet nog ergens iemand zitten. Misschien in Tilded. Oeh, we pakken die even. Red ik dat nog? Nee. I'm too late. Als het een raak was, jongen. Oeh. Mamacita. Oké, even zien. Ik denk dat ik hem ga pushen. Ik wil hem eigenlijk... Ja, oké, we gaan pushen. Au. Oh. Bolts. Oké, okay, daar zit de laatste. Ja hoor, doe maar dit. Doe maar duur. Oh. Wat is die knul te schieten dan? Ik wil deze game afsluiten met een mooie kill. Gewoon een no-scope, dat zou echt heel ziek zijn. Of we doen het gewoon zo. Gaat hem stressen? Ja. Ik ga hem niet zo killen, dat vind ik kut.
Doei. Wat? En dit 8 damage doet met een heavy legendary. Oh my god, ouwe. Ik speel zo chill nu op dit moment. Echt niet normaal. Jongens. Tiddle, 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 tidd